Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een juffenvideo. Ik ben namelijk juf van groep 8 voor mijn tweede jaar en ik ga mij klaarmaken voor het nieuwe schooljaar. En elke video ga ik mijn tips met jullie delen. Dit is hoe ik het doe. Ik zeg natuurlijk niet dat dit 100% goed is of dat je het zo moet doen, maar ik vind het gewoon leuk om mijn tips met jullie te delen. En vandaag ga ik mijn agenda invullen en ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik hou van plannen, ik hou van agenda's, ik hou gewoon van dit mooi invullen. En ik vind het zo fijn om dit alvast in de zomervakantie te doen. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat, want dan kunnen we elkaar ook een beetje helpen. En ik vind het gewoon leuk om reacties te lezen. Dus doe dat zeker. Voordat ik met deze agenda ga beginnen, ga ik even terugblikken naar mijn agenda van vorig jaar. Vorig jaar gebruikte ik namelijk de Leerkracht Organizer. Echt een super fijne agenda. Alleen hij was voor mij net iets te klein. Ik ga het eventjes aan jullie laten zien hoe die er van binnen uitziet. Nou, hier heb je hem. Hij is dus iets groter dan mijn hand. En de nieuwe agenda die we straks gaan gebruiken is echt heel erg groot. Ik doe even een week waar ik niet heb geschreven. Maar je hebt in ieder geval hier de schoolweek staan, het thema wat je misschien hebt. Er staan alle feestdagen staan hierin en hier staan dus ook alle tijden in. Dus elk half uur kan je invullen. Wat voor mij niet goed werkt is dat ik ook afspraken had om 15:15 of andere tijden. En dan vond ik dit er niet zo heel netjes in staan. En ik schrijf best wel groot, dus deze lijntjes waren voor mij net iets te klein. Hier kan je de verjaardagen schrijven. Ze hebben hier de vergaderpunten, overdracht voor volgende week, to-do. En wat je bijvoorbeeld volgende week nog wil opschrijven. Dit vond ik wel echt super fijn. En verder is het gewoon een hele mooie agenda. En staan er heel veel fijne dingen in. Dus zeker een aanrader om deze te halen voor het nieuwe schooljaar. Ik zal in beeld ook nog eventjes wat agenda's neerzetten die ik als tips heb gekregen. En misschien weten jullie ook nog andere agenda's die heel erg fijn zijn. Zet dat dan zeker eventjes in de reactie. En dan gaan we nu verder naar mijn nieuwe agenda. De agenda die ik dit schooljaar ga gebruiken is de lerarenagenda van Zoet. En wat ik als eerst heel erg fijn vind is dat dit eromheen zit en dat er een ringband zit. En deze pen heb ik zelf gekocht. Dit is een uitwisbare pen, zodat als je een foutje maakt, dat je hem gewoon kan weghalen. Als eerst heb je hier alle infogegevens. Die ga ik zo meteen eventjes helemaal invullen. Feestdagen. Maar je hebt ook klasgegevens. Dit is ook meer voor leerkrachten op de middelbare school. En dan kan je ook je rooster invullen. Verder vind ik het heel erg fijn dat er hele grote bladzijden met notities zijn en dingen die je niet moet vergeten. Zodat je dat gewoon kan opschrijven. Nou, en zo ziet een week er dan uit. Je ziet in welke week we zitten. Er staan heel vaak leuke quotes in. En er is gewoon heel veel ruimte op te schrijven. Dus dan kan ik hier gewoon alles opschrijven en de tijden erbij zetten. Je hebt hieronder een to-do-lijst. Dit gebruik ik ook echt altijd. En een stukje met notities. Dus zo ziet de agenda van binnen eruit. En dan nu, wat schrijf ik nou eigenlijk allemaal alvast in mijn agenda? Nou, eigenlijk alles wat ik al weet. Als eerst alle verjaardagen van kinderen, zodat je dat niet kan vergeten. Dus alle verjaardagen uit de klas schrijf je in je agenda. Ik schrijf alle studiedagen erin, de vakanties. Ik schrijf alle uitjes op, schoolreisje. Maar ik schrijf ook bijvoorbeeld wanneer ik een groepsplan moet af hebben. Wanneer ik een plan van aanpak moet inleveren. Eigenlijk alles wat je van tevoren al weet. De doorstroomtoets van groep 8. Je schrijft het er gewoon alvast allemaal in. Zo heb ik gewoon heel erg dat ik gedurende het jaar gewoon zie van, oh, dit moet ik inleveren volgende week of dit moet volgende week af zijn. En niet dat je opeens denkt van, ik heb dit nergens gelezen. Want wij hebben gewoon een vaste agenda op school, op de computer en daar schrijf ik gewoon alles alvast over. En dan hoef ik alleen nog maar dingen aan te vullen gedurende het jaar qua afspraken die ik gedurende het jaar maak. Thank you.
ik heb alles erin gezet. En ik zet dus ook sportdagen erin. Ja, sommige weken is er natuurlijk nog niks. Maar ik heb bijvoorbeeld ook schoolreisje al ingezet. En de musical. Ik heb gewoon echt alles er al ingezet. Omdat ik dan weet dat ik gewoon niks ga vergeten. Dit is bijvoorbeeld de aanmeldweek voor het voorgezet onderwijs. Gewoon allemaal die dingen heb ik erin gezet. Alle verjaardagen. En ik heb deze leuke stickertjes gebruikt. Om het wat op te leuken. Oké, ik heb mijn agenda helemaal ingevuld. Hopelijk vonden jullie dit handig en hebben jullie iets aan mijn tips. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!